Hoe oud ben ik? Moet ik daarop antwoorden? Ik ga daar niet op antwoorden. Ik ben Rachel Moore. Black love betekent alles voor mij. Het is wie dat ik ben, hoe dat ik mijn eigen leven leid. En het is überbelangrijk. Nou, mijn naam is Kim Dankoor, ik ben 36 jaar en black love, nou, dat is ook iets wat ik voornamelijk om me heen zie ofzo. Mijn ouders zijn al meer dan 50 jaar getrouwd, dus ik vind hen wel een goede representatie van black love. Twee zwarte personen die voor elkaar hebben gekozen en dan nu zitten in een liefdevolle relatie. En ik wil dan echt wel de nadruk ook leggen op liefdevol. En dat is dan voor mij black love. Ik ben Amma Korantinkumi, ik ben 38 jaar. Voor mij is black love dat stukje thuiskomen bij iemand. Iemand met wie ik heel veel deel. Dezelfde culturele achtergrond, maar ook heel veel herkenning. Heel veel begrip van elkaar voor wat je meemaakt. Ja, een stukje healing daarin ook. Dat is black love voor mij. Ik ben Rose Mirta, ik ben 23 jaar oud. En black love betekent voor mij eigenlijk gewoon liefde tonen voor elkaar in de zwarte gemeenschap. Omdat we zoveel trauma's hebben opgelopen vanuit slavernij, vanuit kolonisatie, van racisme. Die diepe wonden in ons achterlaten. En het is noodzakelijk voor ons om liefde te tonen voor elkaar. Zodat we samen als een gemeenschap die wonden kunnen helen. Het betekent voor mij niet per se romantische relaties, maar ook gewoon vriendschappen, sisterhood en brotherhood. En ook ja, gewoon familiale banden en zo. Stellingen in een bakje. Zal ik maar gewoon beginnen? Ja. Oké. Black love is vooral een ding voor zwarte vrouwen. Of course. Like, ik ben er echt 100% mee eens. Ik vind dat wij zwarte vrouwen meer conditioneren dan zwarte mannen of aanmoedigen, zeg maar, om te kiezen voor zwarte partners dan bij zwarte mannen. Ik denk vooral dat wanneer we een zwarte vrouw zien met een witte partner, dat de backlash van de gemeenschap sterker is. Ah ja, dat is mijn persoonlijke mening. Dat wanneer we zwarte mannen zien met witte vrouwen, het wordt zo'n beetje meer genormaliseerd, vind ik soms. En ja, ik vind gewoon dat vele de verantwoordelijkheid om zeg maar die black family te behouden, die verantwoordelijkheid vaak bij de vrouwen leggen en minder bij de mannen, vind ik dan vanuit thuis uit. I don't know. Ja, het is lastig omdat jij natuurlijk ook gewoon vanuit jouw eigen ervaring spreekt. Ja. Wat ik dus interessant vind, dat ik ook wel vaak zwarte mannen hoor die dan weer zeggen van, oh ja, wanneer een zwarte vrouw een niet-zwarte partner heeft, dan wordt het gewoon geaccepteerd en het wordt soms zelfs gevierd of zo. Mm-hmm. Dat je dan ook weer andere zwarte vrouwen op social media zeggen van, yeah, you go girl, en je hoeft niet per se in je gemeenschap te trouwen. Mm-hmm. En wanneer een zwarte man dus voor een niet-zwarte vrouw kiest, dat hij wel meteen quote-unquote mm-hmm. wordt gestraft. Mm-hmm. Dus ik begrijp ook zeker wat jij zegt en natuurlijk is dat ook een waarheid. Mm-hmm. Maar ik denk ook wel dat het afhankelijk is van, weet je wel, met wie je de gesprekken hebt en mm-hmm. wat je volgt en wat je niet volgt. Volgens mij, ik ga nog één keer de stelling erbij pakken. Black love is vooral een ding voor zwarte vrouwen. Nou, daar ben ik het dus niet mee eens. Het moet ook een ding zijn, of het moet. Het is ook een ding voor zwarte mannen. Ja. Ja, daar ben ik mee eens. Enfin, ik ben mee eens. Ik heb zoiets van, black love is voor alle zwarte mensen. Mannen, vrouwen, transpersonen, intersexpersonen. Het is voor iedereen. Zonder zwarte mensen is er geen black love. Dus het is een klein beetje logisch. Ja, het is vooral als je zegt, ja, vrouwen die opkomen voor die black love, meestal. We horen ook wel dikwijls zwarte vrouwen die echt wel roepen van, ja, black love is een echte ding en daarvoor moeten we soms een klein beetje meer voor vechten. Maar ja, het is zeker voor mannen, sowieso voor mannen en vrouwen, voor iedereen eigenlijk. Ja, ik sluit me helemaal aan. Ik denk inderdaad dat de black love voor heel veel zwarte mensen ook een vanzelfsprekendheid kan zijn, mm-hmm. maar ook weer niet. Dus het hangt ook een beetje af van wat we onder black love maar verstaan. Mm-hmm. Voor mij is black love vooral van betekenis of relevant, vooral ook in een witte wereld. Hè? Want bijvoorbeeld, ik ben in Ghana maar geboren, mijn ouders wonen al 45 jaar samen. Yeah. Ik ken black love. Maar als we in een witte wereld zijn, dan speelt het. Mm-hmm. Ja. En dan inderdaad. Ja, en voor mij
naast dat dan ook weer uit basis van mijn eigen observaties of zo, dat er ook wel een verschil kan zitten tussen bijvoorbeeld een stad zoals Atlanta en misschien in Amsterdam of Arnhem, waar ik dus ook vaak ben, dat ik ook wel het idee heb dat in Atlanta gewoon meer een gegeven is, van ja, het is er gewoon of zo. En dat Amerikanen dat ook misschien sneller verwachten of dat het gewoon meer normaal is dat je kiest voor een andere zwarte partner. En dat dan in Europa of in dit geval dan in Nederland en misschien ook België, dat het ook weer heel normaal is om voor een niet-zwarte partner te kiezen. Ja. Ja, maar ik begrijp dat ook wel als je zegt in een witte wereld. Het steekt wel direct uit als je dan zwarte personen ziet die samen zijn. Mm-hmm. En dan zijn we ook wel niet direct. Ik bedoel, ik heb in Engeland gewoond, ik heb in België gewoond, ik heb een tijdje in Frankrijk gewoond. En voor mij is het zo van als ik zwarte personen zag, had ik zoiets van yes, daar is die black love. Zeker bij queer mensen, want ik ben zelf ook wel queer. Was het ook wel heel belangrijk om die representativiteit te zien. Ja. Maar ja, black love is zeker, dus zoals je zegt, het hangt er vanaf van de definitie van wat is black love. Ja. Voor mij is het helemaal anders. Voor mij is black love, het telt een heel, een x-aantal dingen. Maar ja, dus voornamelijk voor mij is het voor alle zwarte personen, is het black love. Ja. Op verschillende manieren is het aanwezig. Maar ik vraag me dan af wat we dan verstaan rond black love, want veel plakken etiket op black love, heteronormatieve relaties. Ja, wanneer veel mensen praten over black love, maar misschien gewoon omdat ik misschien in de verkeerde cirkel zit. Maar we doen maar de hotels. En dan wordt black love vaak gedefinieerd in termen van heteronormatief romantische relaties. Mm. En ik denk van, en sommigen gaan zo ver dat ze de emancipatie van de zwarte gemeenschap volledig gaan laten afhangen van het hebben van sterke relaties, romantische relaties. Mm-hmm. En ik denk niet dat, persoonlijk denk ik niet dat de emancipatie van de zwarte gemeenschap alleen moet afhankelijk zijn van hoe sterk onze romantische relaties zijn, maar gewoon hoe sterk onze relaties zijn in onze gemeenschap die ook platonisch zijn. Bijvoorbeeld, hoe sterk is de relatie met gewoon vriendinnen, like sisterhood, gewoon met mensen die je niet per se kent, maar die kennissen zijn van jou en gewoon de relaties in jouw familie. En ik vind dat er zo heel hard wordt gefocust op die romantische liefde. Maar als we kijken gewoon naar de statistieken, is dat juist meestal de liefde die het snelste voorbij is. Gewoon, gewoon omdat het gewoon om de, ja, vriendschappen, als het een heel goede hechte vriendschap is, duren meestal een beetje langer dan romantische relaties. Dus ik denk dat het soms een beetje gevaarlijk is om die emancipatie zo hard te focussen of we al dat wel of niet romantische relaties of dat die succesvol zijn. Mm. En ik vind we verwachten heel veel van onszelf als zwarte personen in dan die romantische relaties. Want gewoon een relatie hebben is niet makkelijk. Er zijn heel veel factoren en aspecten die daar meespelen. Misschien van de andere persoon, de trauma's van de andere persoon. It's a lot. En als we gewoon kijken naar bijvoorbeeld andere gemeenschappen, andere culturen, etniciteiten, daar zie je ook dat de relaties, romantische relaties, gaat ook heel moeilijk bij hen. Maar als we daar onze emancipatie daar zo hard op focussen, dan denk ik van, ik denk gewoon dat we dat een beetje meer moeten spreiden naar andere vormen van liefde. Niet alleen op die romantische liefde. Mm-hmm. Voor mij inderdaad is black love iets persoonlijks. Dus voor mij is het een persoonlijke ervaring. En en iedereen heeft daar zijn eigen interpretatie en gevoel bij. En voor mij is black love ook een concept. Mm-hmm. Dus voor mij is het maar een beetje een beide. En inderdaad, ik ben wel met je eens als je zegt van oké, het concept van black love is heel heteronormatief. Maar ik denk, en daar moet zeker maar verandering maar in komen. En ik denk ook maar dat de reden maar daarvoor is dat ook gewoon het black love, ja, eigenlijk ook al best wel lang in een vorm van onderdrukking staat. Op allerlei, maar op allerlei wijzes. Dus als concept zie ik black love ook vanuit een decoloniale blik. Hè? Mm-hmm. En het begint al in de
in de koloniale tijden, in de slavernij, hoe wij als zwarte mensen bijvoorbeeld niet met elkaar maar mochten trouwen, mm-hmm. of het status maar symbool van een witte vrouw hebben of een witte man. Dus ja, dus voor mij is het maar een stukje maar persoon, maar ook een stukje politiek. Mm-hmm. En voor mij zijn dat wel twee verschillende dingen die vaak ook door elkaar worden gehaald. Mm. Dat is hoe ik het zie. Ja. Ja, interessant. Dat ook wat een beetje dan met jullie punten te maken heeft. Is dat een kennis van mij ook een boek heeft geschreven, The Answers to Intimacy. Mm-hmm. Waarin ze ook zegt van, iedereen heeft natuurlijk trauma's. Mm-hmm. Maar dat het inderdaad soms ook wel eens lastiger is voor twee zwarte personen om een romantische relatie te starten. Mm-hmm. Omdat die personen gewoon meer trauma's kunnen hebben dan ze denken. Mm-hmm. Omdat inderdaad in bepaalde tijden natuurlijk is gezegd van oké, niet trouwen. Mm-hmm. En dat op een gegeven moment mocht ook alleen maar om de dominante cultuur nog dominanter te maken. Zodat er ook gewoon voor ons werd bepaald van oké, jullie mogen nu wel trouwen en bepaalde rechten hebben. Dus ik denk ook dat niet iedereen beseft hoe getraumatiseerd dan ook een relatie kan zijn als twee zwarte personen wel voor elkaar kiezen. Mm-hmm. Ja, niet gezegd hebben dat dat natuurlijk altijd zo is, maar het is wel een interessant punt of zo wat ze dan ook maakt in dat boek. Mm. Nou. Ja, voor mij is het ook wel politiek. Die politieke aspect speelt ook een zekere rol als zwarte persoon. Alles wat ik doe is politiek. Mm. Dat besef ik wel. Mm-hmm. Dus ik heb zelf wat keuzes gemaakt in verband met mijn relaties of in verband met mijn liefde. Dat ik zelf eigenlijk niet, ik heb sinds vorig jaar eigenlijk gekozen om niet meer witte personen te daten. Wow. En dat is gewoon een persoonlijke keuze. Ik doe ook wel heel veel activistenwerk. En voor mij is het belangrijk om die werk die ik in mijn dagelijkse leven eigenlijk voer, niet in mijn persoonlijke leven eigenlijk te voeren. Samen met een partner die mij waarschijnlijk helemaal niet altijd gaat begrijpen. Dus die deconstructie ga ik niet enkel bij mijn eigen doen, maar ook wel bij die persoon, bij mijn partner. Ik bedoel, als zwarte mensen doen we dat ook mee, maar op een andere manier. Ja. Maar ja, die politieke aspect speelt een zware rol, zeker voor mij dan, als persoon. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Ik weet het. Als ik het zeg, dan is iedereen zo... Nee. Blijf heel aandachtig aan je van, oké. Ik begrijp het, maar ik vind soms in... That's why girl, I'll applaud you, sis. Ik vind soms in cisgender, heteronormatieve relaties met zwarte mannen, vind ik het moeilijker om die filosofie ook te implementeren bij mezelf. Gewoon omdat er een hele laag van seksisme is soms, die heel moeilijk te doorbreken is soms en die ik heel pijnlijk vind en die ik heel triggerend vind wanneer ik dan in die relatie ben met die persoon. Als ik heel de tijd moet uitleggen en opboksen van deze dingen die je doet, zijn seksistisch en die doen mij pijn. Maar als de andere persoon het weigert in te zien of denkt van juist, het gaat inmengen of inweven in zijn filosofie van nee, dit is de traditionele Afrikaanse manier. En dan vind ik het moeilijk om die strijd te blijven voeren in die in relatie met mannen eigenlijk. Oh my god. Een hoop tip voor mij persoonlijk is iemand die eigenlijk consciousness, de emancipatie van de zwarte gemeenschap eigenlijk op die manier gaat kaderen, zodat het eigenlijk zijn agenda eigenlijk het beste bevoordeelt. Het zijn meestal cisgender, heteroseksuele mannen, waardoor ze heel veel van hun gedachtegangen en theorieën heel misogyn zijn en seksistisch. Ze kunnen mensen intimideren die misschien nog niet zo goed de Afrikaanse geschiedenis kennen en misschien ervan uitgaan dat zij wel de waarheid spreken, maar als je dan zelf jouw research doet, merk je dat ze eigenlijk niet de gehele waarheid vertellen. Voor mij is dat een beetje een hoofdtip. Als ik zeg dat ik niet met witte mensen date, zijn het vooral witte mensen die daarop gechoqueerd reageren, wat vrij ook wel normaal is. Dus dat wil niet zeggen dat ik witte mensen niet aantrekkelijk vind, maar ik heb een politieke keuze gemaakt om niet met witte mensen te gaan daten. Het gaat vooral om mijn mentale gezondheid. En als ik dat tegen zwarte personen zeg, dan zijn ze ook wel even gechoqueerd, maar dan komt er meer begrip voor. Mm-hmm.
je kunt niet pro-black zijn, maar buiten je eigen ras daten. Oh God. Wie wil, wie wil. Ik neem even een stap. Oké, ik zal de vraag maar zelf beantwoorden. Oh, wauw, wat een vraag. Wauw. Ja, ik krijg er nog meer vragen bij. Oké, ik zou zeggen, ja, voor mij telt dit niet. Ik denk maar dat je wel pro-black kan zijn en buiten je eigen ras kan daten. Mm-hmm. Wat ras dan ook mag betekenen. ja, definitely. Ik geloof gewoon in liefde. Mm-hmm. En ik geloof gewoon in vallen voor wie je valt. Mm. En er zijn ook wel voorbeelden van mensen die heel veel doen voor de gemeenschap. Die inderdaad getrouwd zijn met een niet-zwarte man of vrouw. Mm-hmm. Of hoe die persoon zich ook identificeert. Ik probeer even op een paar namen te komen hoor. Maar in ieder geval... Sydney Poitier was volgens mij getrouwd met een witte vrouw. Ja, maar ik denk... Oké. Toch? Okay. Again, talking about the whole tips. nee, maar misschien lees ik te veel reacties op Facebook, in die Facebook-conversaties, maar heel veel whole tips quoten bijvoorbeeld Sheik Anti Diop en zijn vrouw was ook gewoon wit. Mm-hmm. Maar daar hebben ze geen probleem mee. Mm-hmm. Kwame Nkrumah had ook een vrouw die niet zwart is. Zo so whole tips. Ja. Fix that within your, you know, philosophy. Maar je hebt dus wel het idee dat als het andersom was, dat ze wel kritiek zouden hebben. Maar dat vind ik gewoon persoonlijk wat ik hoor eigenlijk vanuit die gemeenschappen. Maar het kan ook gewoon misogynie zijn eigenlijk. Hè? Gewoon dat ze gewoon sowieso al willen afgeven. En dat het gewoon misschien een extra reden is om af te geven. Maar ik heb soms het gevoel dat wanneer een zwarte vrouw dan... een partner heeft die niet zwart is, omdat ze de vrouw zien als eigenlijk de ophouder van de cultuur. Ja, ik moet wel maar toegeven dat inderdaad ik soms wel zoiets heb, dus even tussen ons, van soms als ik van die hele knappe mannen zie en dan hebben ze witte vrouwen, dat ik soms wel denk van oké, maar is dat gek? Maar, terwijl ik wel denk van goh, weet je, love is love, maar ik ga ook niet liegen als ik zeg van goh, dat ik dan inderdaad, vooral bekende mannen, dus... maar bekende sterren en dan denk je van wauw, leuk. Of vrouwen trouwens. Ja. Ja. En dat ze dan een witte partner maar hebben en ik zie het dan keer op keer. Mm-hmm. En dan het triggert wel iets bij mij van oké, waarom een witte partner en dan keer op keer. Mm-hmm. Yeah. Dus het is ook een soort van paradox bij mij. Ja. En misschien is het een gekke gedachte, ik ben benieuwd hoe jullie dat zien. Ja, ik denk dat die trigger bij veel zwarte vrouwen of vrouwen of andere leden van onze gemeenschap die zich niet identificeren als vrouw, maar misschien intersexen of gewoon andere, you're the expert. denk ik omdat de witte vrouw altijd op een podium werd geplaatst als toonbeeld van schoonheid en als ideale partner doorheen kolonisatie en slavernij. En als de persoon die waardevol was om als partner te nemen, om te beschermen, om financieel voor te providen. En wat ik veel merk is dat heel veel zwarte mannen, of niet heel veel, maar bepaalde zwarte mannen, die in een relatie zijn dan met een witte vrouw, ook die filosofie hanteren eigenlijk, maar onbewust. En die onbewust uitzicht dan in bijvoorbeeld reacties van ja, maar ik wil geen pruik voor haar kopen. That's why we're like white girl. Ja, precies. Ja, ik denk misschien maar iets met representatie of zo. Dat ik gewoon te weinig zwarte koppels om mij heen zag. Mm-hmm. Niet. Ja. Maar ik vind het ook wel natuurlijk dat je zo een trigger hebt bij je eigen. Want dat is enkel maar eerlijk. Je moet eerlijk zijn met je eigen. Als ik zoveel mannen, zwarte mannen zie met witte vrouwen, dan heb ik zoiets van wat scheelt er met mij? Wat scheelt er met de zwarte vrouw? Waarom zie ik weinig zwarte mannen die dan voor zwarte vrouwen kiezen?
Maar ik weet dat dat wel bestaat, want mijn ouders zijn ook al zwart. Maar ik vind het ook wel maar menselijk als je zo een reactie hebt. Ik ben het niet mee eens met de stelling dat je pro-black, wat is het? Je kunt niet pro-black zijn, maar buiten je eigen ras dan daten. Ik geloof ook wel dat liefde is liefde en je valt voor wie je valt. Maar alles, die politieke aspect weer al, speelt een zekere rol. Onze geschiedenis speelt ook wel een rol. Dat mag je ook niet vergeten. Die filosofie die de hoteps gebruiken, die filosofie à la carte, noem ik dat. Ze moeten gewoon iets verder gaan. Ze zijn ook wel niet... we zitten allemaal op een bepaald punt in onze deconstructie. Dus die hoteps zijn ook wel op iets aan het zoeken. Er zijn met veel dingen bezig. Te veel dingen tegelijk, denk ik. Maar ik ben er helemaal niet mee eens met de stelling. Ik kan dat wel appreciëren. Ik ken heel veel zwarte vrouwen die een non-black partner hebben. Mm-hmm. En die ook wel bezig zijn met die deconstructie, zeker bij hun eigen en ook wel bij hun partner. Het neemt heel veel emotie. Heel veel werk. Ik kan daar enkel maar naar opkijken. Persoonlijk zou ik niet kunnen doen. Ik wil dat niet meer doen. Ik heb er zelf voor gekozen om stop aan te zetten, want dat kost mij te veel aan mijn mentale gezondheid. En ik wil nog in staat zijn om te kunnen om iemand te kunnen liefhebben en om iemand te kunnen houden. Ik hou ook wel van liefde en ik zie ook wel mijn vriendinnen graag. Dus, voor mij is dat van belang. Maar denken jullie dat zwarte mannen ook deelnemen aan die dik, wanneer ze samen zijn met een witte partner, dat ze ook dat deconstructief werk doen? Maar dat is ook wel persoonlijk. Wij weten dat nooit. Mm-hmm. Ik kan enkel maar vanuit gaan. Ik hoop ergens dat ze daarmee bezig zijn. Ik weet, als ik op die Facebookgroeps ben, dan hoor je dikwijls van die... mannen die zeggen van, als je ooit met een witte vrouw bent, dan heb je geen probleem meer, dan moet je niet meer naar de winkels gaan, dan is het altijd op tijd en ik weet niet wat. Maar van die dingen wat ik denk van, stop. En dan heb je de andere kant, andere zwarte mannen die zeggen van, ik ben ooit eens met een witte vrouw geweest en het is verkeerd afgelopen, we hebben kinderen gekregen en ze wist niet wat ze met de kinderen hun haar moesten doen of ze begonnen op dat moment heel racistisch over te komen. Die deconstructie moet ergens gebeuren. Het zal wel uitkomen op een dag, maar Wat ik dan wel lastig vind, over reacties gesproken en zo, hoe mensen reageren op elkaar, dat ik wel vind dat op sociale media je gewoon te veel discussies ziet over hoe zwarte mannen over zwarte vrouwen denken en vice versa. Mm-hmm. En niet altijd opbouwend of zo. Ja. Als het inderdaad nou ging om van, we kunnen het beter doen en dit is wat ik adviseer of zo. Maar het is inderdaad altijd gewoon dat bashje. Ja. En het kind of looks as make stupid. Want ik zie bijvoorbeeld niet mensen van andere etniciteiten of rassen de moeite nemen op YouTube te gaan 6 uren lang te praten over alles wat verkeerd is met, weet je wel, de vrouw of man of persoon, weet je wel? Van diezelfde groep. Ik weet en dat, het. Ja, dat helpt gewoon echt niet. Weet je ook over wie ik het heb nu? Ja. De persoon die 6 uur lang. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, soms zegt hij dan wel zinnige dingen, dat ik denk van, daar kan ik over nadenken. Mm-hmm. Maar ik vind het nog steeds verschut. Want je hebt het wel gewoon 6 uren lang over alle negatieve kanten van een zwarte vrouw. Die mensen bestaan. En ik ken ook vrouwen die dat doen met mannen, hoor. Dan denk ik van, dat gaat ons ook niet helpen. Want nu, weet je, het klinkt misschien heel erg aanstootgevend of zo, wat ik nu zeg. Maar mensen hebben het al over gender wars en zo. Ja. Hè? Van, wat gebeurt er nu tussen zwarte mannen en zwarte vrouwen? Waarom kunnen we niet constructieve gesprekken voeren? En wat mij ook opvalt, is dat wanneer bijvoorbeeld een zwarte vrouw assertief is, dat het heel vaak dan in negatief frame wordt geplaatst. Van, je ziet een wel zwarte vrouw assertief, agressief. En ze moet altijd maar wat zeggen. En ze kan nooit gewoon submissive, onderdanig zijn. Maar wanneer misschien een niet-zwarte vrouw dat doet, is het meteen weer stoer. Van, ze komt voor zichzelf op en tuurlijk, you go girl. Dus ik merk ook dat mensen met onze eigen achtergrond ons ook, weet je wel, met een soort van dubbele standaard of zo, een soort van hypocrisie dan. Maar zeker. Maar dat zijn gesprekken die we eigenlijk onderling moeten voeren en niet zo in het publiek. Ik word ook wel dikwijls uitgenodigd voor zo'n panelgesprekken en dan krijgen we vragen, dat is met een publiek die zeker gemengd is, en dan krijg ik zekere vragen en ben ik verplicht om gewoon alles af te sluiten. Dan zeg ik nee, luister, ik ga nu niet ingaan op uw vraag, jammer genoeg. Dit is een vraag
vraag waar dat wij, het is een gesprek die wij onderling moeten voeren. En niet zomaar op YouTube, zes uren lang. of als we bezig zijn in groepen, zeker op Facebook, daar moeten we ook wel mee oppassen. Want dikwijls ben ik in black-only groups, ja. Maar soms krijg je dan een witte persoon die daartussen zit. Ja, yeah, like... Yeah. Okay. En ja, dat zijn aangaande gesprekken die wij moeten voeren onderling. En, ja, ik ben het mee eens, het is niet altijd opbouwend. Maar wij moeten ook wel, misschien moeten wij toch langs die proces gaan. Dat is wel pijnlijk, om toch ergens te geraken. Anders worden die gesprekken niet gevoerd. Dat is waar. En aan de andere kant heb je gelukkig door sociale media ook heel veel positieve verhalen. Zo, je hebt bijvoorbeeld op Instagram natuurlijk ook hashtag Black Love en ook hele pagina. Met Melanin Love en Black Love. Dus alle negatieve kanten van sociale media. Mm-hmm. Daartegenover kun je ook wel de positieve kanten ook extra belichten. Zo van, oké, als je het prettig vindt om wel zwarte stellen inderdaad te zien. En als het ook goed is voor jezelf en wat je vindt van de wereld. Dan kun je echt wel dat soort pagina's opzoeken. En je daar ook weer een fijn gevoel of zo aan overhouden. Ja. Ik ben dus media scholar en mijn proefschrift gaat dus ook over relaties in mainstream rap music video's en wat voor een invloed dat kan hebben op jongeren. En ik ben ook vaak in Atlanta en daar worden zeker ook gesprekken gevoerd over black love en black self-esteem en consciousness. En er zijn wel gewoon verschillen tussen Noord-Amerika en Europa, want ik merk wel dat in Noord-Amerika het iets minder standaard is dat een zwart persoon met een niet-zwart persoon een relatie heeft, vooral in Atlanta. En daar ligt het percentage volgens mij ook 80% of 90%, ondanks dat wat je verder in de media ziet. Want soms lijkt het net alsof het veel vaker voorkomt, maar dat valt dus in die zin best wel mee. In Europa gebeurt het wel vaker. In Europa zie je vaker multi- of intraculturele relaties. Ik weet niet per se wat het percentage is. Dus om die reden vind ik het lastig om de discussies die daar worden gevoerd ook hier te voeren. En de maatschappij is ook gewoon anders. Maar ik denk toch dat als we een gesprek willen opstarten, dat het wel goed is voor sommige mensen om te kijken hoe het daar gebeurt. Maar dat dan wel te globaliseren. Dus dat je iets globaals dan, dat gesprek, wel trekt naar je eigen land, gemeenschap. Want natuurlijk hebben we ook binnen Europa en België en Nederland zwarte mensen met verschillende achtergronden. Dus probeer dat gesprek dan wel te trekken naar je eigen achtergrond en je eigen beleving en je eigen maatschappij. Black love is overgewaardeerd. De shade of it all. Ja. Zo. Ha? Zo. Nee, punt. Is het zelfs gewaardeerd? Ja. Mm-hmm. Ik wil dan ook jou meteen 1001 vragen stellen, maar je hebt natuurlijk niet de stelling bedacht. Ik wil meer uitleg daarbij. Ik begrijp het niet volledig. Is het overgewaardeerd? Is het gewaardeerd zelfs? Ik denk dat we vanuit die stelling moeten vertrekken eigenlijk. Voor mij is Black Love niet gewaardeerd. Het komt ook wel van onze geschiedenis met de slavernij, met de koloniale tijden. We gaan nu tot een poging tot decolonisatie. We spreken er wel veel over, maar als we het over black love hebben, ik denk niet dat het genoeg gewaardeerd is, volgens mij. Dus. Ik sluit me helemaal aan. Ik denk inderdaad dat black love heel hard nodig is in een wereld waarin zelfliefde heel hard nodig is. Mm-hmm. Dus je had het net over representatie en dat we te weinig zwarte koppels zien en dat er heel veel pijn nog in de zwarte maar gemeenschap, heel veel healing nog maar moet plaatsvinden, zowel bij vrouwen, maar ook zeker bij mannen. Mm-hmm. Zeker die self-love is enorm maar belangrijk en dat maakt ruimte voor black love. Dus definitely. Mm. Ik zie het eerst wel als van, is het echt noodzakelijk voor mij om in een relatie te zijn? Because, like, I'm tired. No, not tired of people, but like, ik ben nu single en ik ben gewoon heel blij. Ik voel me heel vrij. Ik voel me ook heel liefdevol. Ik voel niet dat ik eenzaam ben. Ik voel niet dat ik iets mis. En ik heb ook, op dit moment heb ik ook niet het gevoel dat ik per se kinderen wil of zo. En ik vind niet per se dat
ik begrijp Black Love en ik begrijp al jullie punten en zo, mm-hmm. maar ik denk van, we kunnen de emancipatie van onze gemeenschap ook, wanneer er meerdere mensen gewoon lekker single zijn, en I don't know, that's my point. Daar denk ik dat die stelling misschien daar misschien een beetje op doelt. Maar zie jij Black Love dan enkel in de frame van relationship? Ja, ik ben nu aan het praten over romantische relaties, okay. omdat ik al in de vorige stelling heb gezegd van hoe belangrijk het is om ook die platonische relaties te hebben, maar voor op vlak van romantische relaties, ik denk dat vrouwen heel hard worden gepusht om in een relatie te zijn. Mm-hmm. Soms dat hun waarde bijna afhangt van of als ze al dat wel of niet getrouwd zijn. Mm-hmm. Zeker in onze afro-gemeenschappen wordt het bijna is almost a shame als je niet getrouwd bent tegen een bepaalde leeftijdsdatum. En ik vind heel veel vrijheid om daarin eigenlijk op dat vlak te rebelleren van nee, ik wil single zijn, ik wil niet in een relatie zijn, zeker op dit moment niet met mannen. Ik vind dat gewoon heel... het maakt mij lichter, het maakt mij vrijer en soms ben ik bang van Black Love, like, is important. En als je hetero bent en Black Love all the way. Maar soms vind ik, is het ook misschien gevaarlijk om het voor vrouwen te hard te projecteren dat ze denken van, omdat we al in een misogyne, patriarchale maatschappij zitten waarin romantische relaties zo hard worden, zoveel belangstelling op worden geplaatst, dat hun waarde daarvan afhankelijk is van. Want als een vrouw single is, denken we soms van, oh, er moet wel iets mis zijn met haar, want geen man wil haar. Doet het zeker met iedereen. Maar het hangt ook weer vanaf van welke context je het kijkt. Mijn mama komt uit Suriname en je hebt bijvoorbeeld in de Afro-Caribische gemeenschap, dat is echt een matrifocale cultuur. Dus heel veel vrouwen die alleenstaande moeders zijn en inderdaad ook vaak, maar vertrekken vanuit, ik heb geen man nodig in mijn leven. Hè? Dus als het even weer maar op die manier bekijken. Dus ja, dus ik ben wel, ja, dat voel ik wel. Mm-hmm. Dus ja, I feel you. Ja, precies. Mm-hmm. Ik wil net zeggen, heel erg interessant, want ik ben juist nu in een fase dat ik dat toch liever omdraai of zo. Omdat ik inderdaad weet dat de generatie van mijn moeder inderdaad ook, weet je wel, heel vaak hoorde van, oh, je papiertje is je eerste man, die dan niet meer. Maar ik vind dat ook dus niet opbouwend. En ik heb juist iets van, ik zeg niet dat ik een man nodig heb, maar het lijkt me wel heel gezellig. Het lijkt me wel heel gezellig. En ik vind dat beeld zou ik dan ook fijn vinden, vooral als ik nog kinderen wil. Weet je wel, moeder en vader dan nog bij elkaar zijn. En ik vind ook dat soms zwarte vrouwen dan te vaak die kant opgaaf. Ja, ik heb geen man nodig en mijn papiertje is mijn eerste man. Ja. En dat is dan ook weer niet echt geen shake naar alleenstaande moeders of vaders. Ze kunnen het heel erg goed, zeker. Mm-hmm. Maar het is toch ook wel belangrijk dat een kind een vader en een moeder, of in ieder geval twee personen in huishouden dan heeft. En dan denk ik ook weer van, ja, dat hele, oh, ik ben zo sterk en ik heb geen man nodig. Ja. Dat helpt de gemeenschap ook niet vooruit. Nee. Dus ik ben nu juist dan wel in die fase van, kom maar mannen of zo. Weet je? Van, Ik ben er volledig mee eens. Van, het is niet de attitude van, mannen zijn niet noodzakelijk in onze gemeenschap. Natuurlijk, mannen zijn heel noodzakelijk gewoon in onze gemeenschap. Gewoon dat we goede voorbeelden hebben, of gewoon mannen gewoon goede, sterke voorbeelden hebben van zwarte mannen in onze gemeenschap en die daarmee omringd zijn. Maar romantische relatie, denk ik, en wanneer je kinderen grootbrengt, denk ik niet dat het per se nodig is omdat dat een van die persoon in de relatie een man is. Dat is waar. Je kan dat ook aanvullen met mijn broer die een goed voorbeeld is, of een vriend, of dat is waar. your gay best friend, who's a man, but he's gay, but he's a great example of how to be a man. Ik denk dat twee vrouwen perfect in staat zijn om een gezond, gelukkig kind op te voeden. Ja. En ik vind dat soms die conversatie rond romantische liefde, sommige personen zomaar ervan uitgaan dat bijvoorbeeld doordat een man is opgevoed door een alleenstaande moeder, daarom is die persoon homoseksueel of effeminate. Of gewoon dat alleenstaande moeders, sommigen gaan zo ver dat zij misschien de oorzaak zijn van
like, de achtergesteldheid van onze gemeenschap. En met wie ga jij om? I've been a someone in a hotel. And I had to realize, I was like, karma, like, I know. Girl. Ja, echt dat mensen blokken op je telefoon. Ja, yeah, yeah, I have, but ik weet niet, maar wanneer je jong bent en ik ben nu 23 en toen ik conscious werd, was ik 18 eigenlijk. En toen in de gemeenschap en ik, ook gewoon doordat ik heel hard werd geconditioneerd om mannen echt op een platform te plaatsen van zij zijn de wijsheid, ze weten alles, ging ik gewoon eigenlijk... Alles wat zij zeggen, ging gewoon volgen. En veel van hun gedachtegang was conscious, maar was ook heel misogyn en LGBTQ-fobic. En ja, dus vandaar dat ja, het zijn niet de juiste mensen, schat. Nee. Like Dr. Umar en stuff like that. Oh nee, maar die heb ik echt al gecanceld in 2011. Ja, nee, die heb ik echt gecanceld. Maar als je jong bent en je komt net in die wereld, is like, wow, like the white world lied to us. En dan heb je dan een documentaire van Hidden Colors. Dat is... En dat is het enige dat je op dat moment hebt dan, qua consciousness. Want ik ben zelf geadopteerd. Ik heb twee witte ouders. Dus het was niet echt van dat ik het aan mijn oom kon vragen van... Hey, so what about white supremacy? Like, I am white supremacy. Maar waarom heb je niet gevraagd? Ik zou de vraag juist stellen. Als je dan aan mijn witte onkel. Ja, yeah. What about white supremacy? They'd be like, what is it? Precies. Ze zijn de juiste mensen om me aan te vragen. Yeah. Nou, wat ik wel vind... is dat heteroseksuele black love wel te veel aandacht krijgt. Ja, klopt. Dat heb vind je gelijk ik wel. Ja. Soms heb ik wel, als we het over black love hebben, dan gaat het alleen maar over heteroseksuele relaties, waar ik denk van, oké, there is more than that. Dus dat is wel waar ik denk van, oké, daar moeten we ook als gemeenschap Ja. En dan wil ik misschien mezelf dan ook corrigeren, want ik zei net inderdaad een man en vrouw, maar ik bedoel gewoon dat kinderen dan een liefdevolle relatie kunnen zien. Of nou inderdaad twee vrouwen, twee mannen, of hoe ze zich ook identificeren. Ja. Heb je echt gelijk, er moet meer queer focus. Nou. Ik denk dat een heel belangrijk onderdeel van zelfliefde is dat stukje representatie en jezelf zien, kunnen zien in jouw omgeving. En van jezelf kunnen houden. En ik denk dat dat wel eigenlijk een soort van basis is voor elke liefdesrelatie. Wat de laatste vraag? Ja. Oh. Nee. Ik wil nog eigen vragen stellen. Ah ja, voilà. Liefde kent geen kleur. Ah. Ik ben het mee eens en ik ben het ook wel niet mee... ik ben het mee eens. Liefde kent geen kleur, maar wel onze wereld kent wel kleuren. Yeah. En daarop kunnen wij bepaalde keuzes maken. En zoals ik eerder gezegd heb, ik heb zelf een keuze gemaakt om niet meer met witte mensen te gaan daten. Maar dat wil niet zeggen dat ik ze niet aantrekkelijk vind. Ik ga gewoon niet met die mensen daten, sorry. En dan komen ze allemaal naar mij. It is. Ik zei geen witte vrouwen meer. Dan kwamen ze allemaal aan. Ze ruiken dat. Dachten mijn eigen man. En ik zei dat ook al gisteren. Ik zat bij een panel en ik heb dat gewoon tegen het publiek gezegd. Van luister, ik heb een keuze voor mijn eigen gemaakt, voor mijn mentale gezondheid. Ik wil geen witte personen. Mannen of vrouwen. Nee, en voor mij gaat het niet. Ik sluit het zeker niet uit. We weten nooit in de toekomst. Ik never say never. Maar voorlopig heb ik zoiets van, voor mij is het gewoon een kwestie van gezondheid en mijn eigen te beschermen. En die self-care speelt een zekere rol. Dus voor mij, liefde kent geen kleur, maar puntje. Ik sluit me ook deels bij jou aan. Alsof van liefde kent inderdaad aan zich geen kleur of zo. Maar wat ik soms zelf dan lastig vind en semi-mee struggle, is dat er ook wat stereotypen bestaat dat hoogopgeleide zwarte mannen of vrouwen of personen dan toch eindigen met een niet-zwart persoon. En in die zin kent liefde misschien geen kleur, maar het zou wel iets kunnen zeggen over een positie en over bepaalde gedachtegangen in gemeenschappen. En ik heb voor mezelf ook wel het idee van, ik wil dan liever niet aan dat stereotype voldoen of zo. En wat jullie ook al eerder zeggen, in principe maakt het niet uit.
Maar als ik bijvoorbeeld 20 hoogopgeleide zwarte vrouwen of mannen ken, waarvan 19 een niet zwarte partner hebben, dan ga ik wel even, weet je wel, shake my head. Of van, oké, waarom is dit en is dit nodig? Dus dat is inderdaad soms waar ik dan zelf wel over nadenk. Van ik zou dan zelf niet aan dat stigma of dat stereotype willen voldoen of zo. Nou. Wel, ik heb dit een interessant boek gelezen. En het boek noemt Is Marriage for White People? En het is geschreven door een zwarte man. Hij heeft een zwarte vrouw. En de context is eigenlijk de Verenigde Staten, dus niet echt copy-paste voor hier of zo. Maar hij maakt eigenlijk de gedachtegang. Niet dat marriage for white people is, maar hij maakt eigenlijk de gedachtegang over eigenlijk die machtsonbalans. Ja, ik ga weer terug in de heteronormatieve lens. Mm-hmm. Maar die machtsonbalans tussen zwarte mannen en zwarte vrouwen in de Verenigde Staten. Omdat natuurlijk, we hebben de prison, school to prison pipeline, er zijn veel incarceration of black men. En maakt de gedachtegang van dat er een nijpunt tekort eigenlijk zou zijn van zwarte mannen, waaruit zwarte vrouwen uit zouden kiezen, omdat ze, wanneer ze op een trouwbare leeftijd zijn, zijn heel veel zwarte mannen eigenlijk in de gevangenis. Of dat er heel veel zwarte mannen misschien geen middelbare diploma hebben en dus worden niet gezien als trouwmateriaal. Oké, dat is misschien wel klassistisch, maar zwarte vrouwen lijden wel in de Verenigde Staten met hoogst opgeleide diploma's en ook ze breken barrières qua carrière en zo. We zien dan dat die vrouwen, ze willen een zwarte partner. Maar er is gebrek aan eigenlijk zwarte mannen in Verenigde Staten, in bepaalde delen van de Verenigde Staten. En dat creëert eigenlijk een machtsonbalans, waardoor eigenlijk sommige vrouwen eigenlijk gewoon dankbaar zijn of gewoon ze gaan settelen voor whatever zwarte man dat ze eigenlijk kunnen vinden, omdat ze niet uit hun etniciteit of ras willen daten. En hij maakt dan de conclusie dat dit zorgt voor toxische relaties, omdat de mannen de vrouwen ook een beetje duidelijk maken, bewust of onbewust, dat ze eigenlijk niet veel keuze hebben naast hun en dat ze daarom die machtsonbalans zorgt voor, eigenlijk voor dat er veel toxische relaties zijn. En, dan, en ik herken inderdaad wel iets van wat je zegt. Maar dus inderdaad, liefde kent geen kleur. Dat vind ik al. Ik heb witte mannen gedate, ik heb zwarte mannen gedate. Love is love. Ik weet wel dat in mijn jongere jaren ik altijd zoiets had van, waar zijn al die leuke zwarte mannen? wat ik leuk vond dan. Hè? Dus ik dacht vroeger wel van, ik verhuis naar Atlanta of ik verhuis naar Brussel. dus ja, inderdaad. Maar klopt, liefde kent geen kleur. Nee. Ik vind dat echt het allerbelangrijkste. Ja. En voor mij is gewoon mijn liefde ook gewoon heel veel. Maar je heel erg thuis voelen maar bij iemand. Heel veel mijn herkenning. Mm-hmm. En wat wel zo is, bijvoorbeeld, ik heb nu een relatie maar met een zwarte man. Mm-hmm. En ik merk wel, maar dat heel veel mijn herkenning is. Mm. En dat is een soort van warm bad waar je dan bij thuis komt. Yeah. Dus dat vind ik fijn, maar aan liefde. Maar dat kan je ook in een witte man maar hebben. Yeah. Maar ik kan me wel maar voorstellen dat door dezelfde culturele achtergrond, dat de kans groter is, omdat je daarin misschien maar veel meer maar de link maakt met elkaar. En zoals je aangaf, vaak is het dagelijks leven met zoveel dingen ook een strijd. Mm-hmm. En je wil thuis ook niet altijd een bepaalde strijd maar voeren. Hè? Mm-hmm. Dus ik zou het maar lastig vinden om Zwarte Piet maar discussies maar te hebben maar met mijn vriend. Yeah. Of dat ik hem maar moet uitleggen dat ik iets heb meegemaakt, een microaggression of wat dan ook, en dat hij het niet goed begrijpt of denkt maar dat het aan mij ligt. En natuurlijk, je kan de tijd nemen om daarin maar ook elkaar maar tegemoet maar te komen, maar dat kost ook tijd en energie. Mm-hmm. En ik weet niet of ik altijd dat zou willen geven in een relatie. Mm-hmm. Dus liefde kent geen kleur, maar er is een soort van
soort van waardes en een soort van ja, comfortabelheid of zo. Dus een soort van comfort die je ook wil in een relatie over hele basis dingen. Mm-hmm. Die ook voor jou belangrijk is als zwarte vrouw. Mm. Die je wel in je relatie wil. Mm. Ja. En of dat met een zwarte man is of met een witte man, dat hangt echt van de persoon af, ja. Vind ik. Ja. 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 Maar ik denk ook gewoon de manier waarop wij nu deelnemen aan relaties is ook, vind ik, een heel nieuw ding. Bijvoorbeeld, wij trouwen nu uit liefde, terwijl dat vroeger niet het geval was. En ik zie ook bijvoorbeeld in veel Afrikaanse gemeenschappen was er ook veel uithuwelijking en zo. Dus ik denk de manier waarop we nu aan liefde doen is heel anders. En dan vraag ik me soms af, is ook heel veel niet meegegeven door de media, denken van oh, je ziet iemand en dan, oh, je draait je om en wauw, oh, je bent hier verliefd, je bent verliefd en vlinders. En wow, 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 everything is great. En, but, like, ik denk zo... ik heb daar echt last van. Ik heb Heel waar heb je last van? Ja, van het geromantiseerd beeld van de liefde. Oh, ja. Weet je wat, ik heb nu dan ook een jaar contact met een man. En... Nou, ik merk wel dat ik altijd hoop dat die vlinders er altijd zijn. Of dat hij altijd weet wat hij moet zeggen op welk moment. Ja, ja, dat hij ook op een gegeven moment gewoon, weet je wel, een paard komt aantraven vanuit Atlanta dan. En me dan inderdaad meeneemt en we leven happily ever after. Ja, ik heb wel echt een bepaald beeld in mijn hoofd. En daar moet ik gewoon zelf aan werken, los van etniciteit en met wie ik ook eindig. Maar inderdaad, media spelen daar wel een rol in. Maar dat is heel veel druk die je op je eigen legt. Om zo... Ja, om ik moet dat echt... Nee, we moeten straks nog even praten. Ja, ik moet daar wel iets aan doen. Ja.